Wij staan hier als Stichting voor het Toto. En wat wij doen is eigenlijk, wij zorgen voor weeskinderen, zowel straatkinderen als kinderen die oorlogsslachtoffer zijn geworden en hun ouders zijn verloren. Nou, wat wij hebben gedaan is, we hebben in juni een huis geopend, wat we sinds maart aan het bouwen zijn. En daar wonen nu 22 kinderen en vandaag staan we hier om dat te promoten en meer naamsbekendheid te krijgen. En hopelijk ook maandelijks donateurs aan ons te kunnen binden om financiële stabiliteit voor de stichting te behalen. Zeg, wat gebeurt hier vandaag? We staan hier vandaag om geld op te halen voor de Stichting voor Watoto. We staan op DMC. Vandaag staan we met een kraampje Congolese producten te verkopen. De stad heeft meegenomen uit Congo, verschillende tasjes, COVID-maskers ook aan omstandigheden voor te doen. Cupcakes gemaakt door de Dames 1. En we hebben nog een leuke kaart van de pluktuin. En hopelijk ook proberen we maandelijks donateurs te werven. Ja, want we willen eigenlijk natuurlijk ook doorgroeien. Maar op de korte termijn zeg maar, is het eerst belangrijk dat we nu voor dit huis zeg maar, kunnen gaan zorgen. Maar uiteindelijk zouden we wel graag ook een school en eigenlijk een soort van dorp creëren. Waar meerdere weeshuizen kunnen worden gevestigd. Een sportcomplex, scholen, zowel basisschool als middelbaar. En wat meer vakgericht. Dat staat hier. Op Instagram heten wij For Watoto. We hebben de website, mijn nummer, LinkedIn, Facebook. Eigenlijk overal zijn we wel bereikbaar. En er komt er straks een YouTube-kanaal aan. Waar ook wat meer informatie en ook wat meer transparantie op te zien is. Van waar gaat het geld naartoe? Wat doen we precies? Hoe zit ons onderwijs in elkaar? Wie werken daar? Wie werken er hier? Want dat is eigenlijk ook een van onze waarden en onze doelen. Dat we echt open zijn van wat gebeurt. Ik ben in januari eigenlijk voor het eerst naar Congo gegaan. Daar ben ik toen eigenlijk gekomen als toerist. En toen heb ik geconstateerd van, hoe kan dit? Je ziet overal kinderen wel gewoon spelen op straat in Afrika. Maar ja, daar stiepen ze echt op waterflesjes op straat. Helemaal alles kapot. Alle kleding kapot. Lijm snuiven. Prostitutie, weet je, echt gewoon dat ik dacht van, nu vertel ik het heel nuchter, maar van, greep je aan. Ja, wat is dit, weet je wel?